Ik ga een heerlijke pasta met vier kazen maken en begin met het opzetten van water voor de pasta en de broccoli. En dan de saus. Begin met de room, zachtjes verwarmen. En dan de mascarpone. En die moet even smelten. En dan gorgonzola klein snijden en een lekkere romige taleggio. Die gaan bij de saus. Dat moet even zachtjes smelten en dan gaat de helft van de parmezaan erbij. En als je een mooie gladde saus hebt, kan die uit. En ik ga de pasta koken. Pan met ruim kokend water. Eerst de pasta erin en dan het zout. En snel weer aan de kook brengen. En de broccoli even blancheren. Eerst het water zouten en dan de broccoli erin. En die hoeft maar een paar minuutjes, minuut of drie, moet lekker knapperig blijven. Die is klaar. Even afgieten. En als de pasta bijna gaar is, de saus weer even doorwarmen. En een beetje van het kookvocht bewaren. En nu komt alles bij elkaar. Pasta afgieten en direct terug in de pan. Saus erbij. Even doorroeren. De knapperige broccoli. En de pasta neemt nu de saus op, waardoor die wat dik wordt. En je maakt hem weer lekker smeuig met wat van het kookvocht. Flink vers gemalen peper. En de walnoten, die zijn niet alleen heerlijk bij die kaas, maar geven ook een lekkere bite. En dit is natuurlijk redelijk machtig, maar zo lekker. Nog even goed doorwarmen en je hebt een fantastische pasta met vier kazen.